Hebben jullie het ook gelezen? Ja, over de BBB van de Caroline, ja. Zulke letters in de krant, ja. Gebrekkige financiële kennis aan de formatietafel. Dat wordt ze verweten, ja. Want ja, kijk, want de Caroline, die heeft iets van discalculie. Ja, dan kan je niet rekenen, nee. Ook wat, ja. Nou en, maar goed zou je zeggen. En dan zit dan ook nog bij, vaak, die Henk Vermeer, dat is die man van het reclamebureautje, die hele BBB heeft opgezet. En die zegt van zichzelf, ja, maar ik ben ook helemaal geen econoom. En ja, en wij als partij, zegt hij dan, hè. Ja, dit is wel geestig hoor. Wij als partij, wij kijken anders aan, anders hè, tegen financiële vraagstukken. Hé, vrienden, is hier in orde? Ja, hoe wil je nou anders, als ik mijn hand in mijn zak steek en ik voel geen geld en mijn zak is leeg, dan heb ik toch geen poen. Nee. Maar bij de BBB wel, dan hebben ze Hans Kazan, voep, handje in de zak en die komt met geld eruit. Ja, bij de BBB wel. Want die kijken anders aan tegen financiële vraagstukken. Ah, vrienden. Ja, maar kijk, waar ik nu mijn hoofd over breek. En ik vraag dat eigenlijk ook aan jullie een beetje. Wie zit hierachter? Want ik lees dat allemaal wel en dan denk ik, ja, dat zal wel. Ongetwijfeld, want de Caroline die kan niet rekenen, die gozer die weet er ook niks van. Dus er zit eigenlijk een soort lokaal buurthuis, zit daar ineens aan die formatietafel. Dat kan natuurlijk ook niet. Maar er zit iemand te wauwelen, niet één iemand. Er wordt gelekt, vrienden, ja. Het lekken is begonnen. Terwijl we daarvoor hadden we radiostilte. Niemand mocht iets zeggen. Koppen dicht over de formatie. En nu, en dat blijkt uit, dat het dus gewoon niet lekker loopt. Nee, dat wisten we al van onze Sam Hagens. Die had dat al een keertje verteld. Het loopt niet lekker met die formatie. En dat zien we hier nu, want het lekken is begonnen. Ja, en wie? Oh wie? Oh, wie heeft daar belang bij? Wie heeft er belang bij dat dit in de krant komt? Ja, wie heeft er belang bij dat de sfeer verstoord wordt aan die formatietafel? Ja, en daar kom ik maar niet uit. PVV kan het niet zijn. Want die Wilders wil maar al te graag dat het lukt. Ja, dus het moet ergens liggen. VVD weet ik ook niet helemaal zeker. Ja, want die hebben al problemen genoeg. Zou het dan bij die Omzicht vandaan komen? Zou die zich storen aan dat gepruts over die financiën bij de BBB? Zitten daar en die club is toch al niet helemaal happy met het hele gebeuren? Oh, vrienden, ja, denk daar nou eens goed over na. Want dit is maar een klein signaaltje, hè? Maar zo'n klein signaal is voor mij al groot genoeg om te twijfelen of deze formatie gaat lukken.